Het is vrijdag 23 maart. We zijn in het West-Vlaamse Sint-Michiels onder de rook van Brugge. Hier woont Frederik Stenman samen met zijn vriendin en hun kat. Op zondag 19 februari raakte Stenman zwaar geblesseerd in een wedstrijd tegen KV Kortrijk. De beelden van de bewuste wedstrijd tegen KV Kortrijk staan in het geheugen van de fans gegrift. Zonder een tegenstander in de buurt valt Frederik Stenman plots kermend neer. Ik raak de bal van iemand op middenveld, denk ik. Ik wil erin meenemen met links en ik zet af met de rechterbeen en ik zakte gewoon door. En ik hoorde een shot van een pistool in mijn hoofd. En later heb ik gehoord dat de Deense middenvelder Nicky Simling heeft het ook gehoord. Hij stond een aantal meter naast me. En hij heeft het geluid ook gehoord van de pees toen die... Maar het deed geen pijn. Niks eigenlijk. Ik wist gewoon dat die pees af was. Helemaal, dat was heel duidelijk. Ik ging naar de grond. En binnen 5 seconden wist ik al wat ik voor me had eigenlijk. Dat is, ja, ik wist dat de revalidaties zeer zwaar zouden zijn. En dat ik de komende maanden niet mocht voetballen. En toen kwamen de gevoelens natuurlijk omhoog. De pijn kwam pas in de ambulance onderweg naar Antwerpen. Dan ben ik goed opgevangen in het ziekenhuis in Antwerpen. En daar 1 nacht moeten slapen voor de operatie. De operatie stond plaats maandag om 10, 11 uur, denk ik. Het was zeer moeilijk om in slaap te vallen die zondagavond. Als ik zo terugdenk aan die tijd, is moeilijk. Ja. Eigenlijk. En ik wil gewoon zeggen dat hij blijft met vagabonden. Dus hij begreep dat wel. Oké. Sjena, Fredde. Tack för senast. Hoppas att allt går bra med skadan och sådär. Vi får höra så här inom kort igen. Fan Skype eller något. Sköt om det. Hey Fred, ik volg je natuurlijk dit seizoen. Ik vind het hartstikke jammer dat je in je eerste seizoen bij Club Brugge toch tegen die blessures aanloopt. Maar hou je kop omhoog. Zorg ervoor dat je gewoon weer 100% fit wordt. En dan kun je lekker voetballen, want het is natuurlijk wel een mooie club, Club Brugge. En we houden je in de gaten en wensen je heel veel succes komende seizoenen. Ik wil gewoon zeggen tegen Fred dat ik mis hem heel hard. Wij hebben samen gekomen bij FC Groningen en hij is een heel lieve jongen, een heel aardige geuze. En ik wil gewoon zeggen dat hij blijft met vagabonden, dus hij begreep dat wel. Oké. Leuk hoor. Ja, we zijn op hetzelfde moment gekomen naar Groningen en ja, hij is ook een heel lieve jongen, een goede jongen. Met een jongen waar je mee grapjes kunt maken en dat heeft hij net gedaan. Hij had een hele leuke filmpje. En, ja, als je 4 jaar voor een club uitkomt, dan geeft zo'n filmpje natuurlijk jezelf iets. Mm-hmm. Kijk, Maya. Ja, mijn vriendin heeft een kat gekocht. 3, 4 dagen na de operatie. Dat was wel een leuke ding om te doen natuurlijk. Mm-hmm. Ik hou van katten, dus ja. Prima. Ik hoop ergens eind april, begin mei te kunnen stappen pas. Dus ik moet heel hard werken om mijn bovenbeen op maat te houden bijvoorbeeld. Want na 2 weken in het gips en nu 2 weken met zo'n walking boot, dan zijn de spieren heel snel weg, heb ik namelijk gemerkt de laatste tijd. Dus ik moet mijn bovenbeen elke dag bijna optreden. En daarbovenop ga ik af en toe naar het zwembad hier in Brugge. Om gewoon te zwemmen eigenlijk, om verschillende oefeningen te doen met de rehabtrainer en dat. Ik moet het afdoen, het is te warm. De geneesperiode staat tussen 5 en 7 maanden om helemaal fit terug te kunnen zijn. 5 tot 7 maanden. Maar ik heb verhalen gelezen op internet over 4,5 maanden ongeveer. Dus daar richt ik mijn vizier op. Liever 4,5 maanden dan 7 maanden natuurlijk. Ja. Maar eerst, de allerbelangrijkste ding op dit moment is eigenlijk om de pace te laten genezen.
zonder wat gekke dingen te doen of zo, om te proberen te stappen te vroeg of zoiets. Dus gewoon de pace moet gewoon geneest worden. En daarna moet ik kunnen stappen, dan pas lopen, voetbaltraining, conditie opbouwen en dan pas spelen. Toen ik naar België ging, had ik geen nietjes, niks. Nooit een echte blessure gehad. En nu zit ik hier bijna een jaar later met 25 nietjes. Ja, dat is logisch. Dus ik heb genoeg pech gehad. Ja, wat doe ik de rest van de tijd? Ik lig op de bank. Want juist stappen met krukken, dat is heel moeilijk. Dat kan wel zo'n 100, 200 meter, maar daarna moet ik echt zitten om weer energie op te laden en dan kan ik weer 200 meter. Dus dat is niet zo dat ik rondloop in de stad bijvoorbeeld bij Knokke hier aan de kust. Nee. Dat doe ik niet. Ik blijf thuis. En een ander probleem is natuurlijk dat ik niet mag rijden met de auto. Mm-hmm. Ja. Dus, en mijn vriendin moet werken, dus ik zit vaak hier. Hier alleen op de bank en ik heb Sopranos gezien vanaf het begin weer. Dat deed ik ook in Duitsland en nu heb ik het weer gedaan. En anders, ja, de playoffs, de Zweedse ijshockey. Ja. Begon 2 weken geleden en zijn nu in volle gang. Dus dat volg ik, maar dat is vooral 's avonds. Mm-hmm. Dus mijn vriendin wordt een beetje gek van. Anders, voetbalwedstrijden kijken, televisie kijken. Stemman heeft veel steun aan Petter Andersson. Ook hij was lange tijd uitgeschakeld door zware blessures. Als er iemand iets over weet, dan is het Petter eigenlijk. Ja. 2 keer op rij zijn kruisband. Hij geeft me gewoon tips om alleen maar te focussen op de rehab. En wat er daarnaast, daarbuiten gebeurt, maakt niet uit eigenlijk. Gewoon focus op de rehab. En blijf gewoon keihard werken, want je komt terug. Je komt terug. Ja. Nu klinkt dat misschien raar. Dat ik nu niet eens kan stappen, maar ik zal weer terugkomen. En binnenkort. Ja, ik heb gewoon een klote jaar gehad. Ja. Ik heb 7 wedstrijden gespeeld in de Jupiler League. 1 wedstrijd Europa League. Daarna was het. Dat was het voor dat mij. Ga je niet naar Brugge? Daarvoor ging ik zeker niet naar Brugge. Om geblesseerd te zijn. Maar ja. Ik wil gewoon volgend seizoen doorbreken hier in België bij Club Brugge. En, om het aan de club te laten zien dat ik echt goed kan voetballen. En aan de trainer, aan de spelers, aan iedereen eigenlijk. Aan iedereen, buiten en binnen de club. Ik heb veel aandacht gehad de laatste tijd van supporters bij Groningen. Dat is heel leuk. Maar vooral heb ik heel veel briefjes, bloemen, telefoonbelletjes gaat van Club Brugge supporters. Okay. Dat spreekt me zozeer aan. Ze staan echt achter me. Ik wil ook iets teruggeven. Ik zal keihard werken om volgend jaar echt door te breken en echt een vaste waarde te kunnen zijn voor de ploeg over een langere tijd. Ja. Hopelijk zo lang mogelijk. Ja. We zullen het zien, maar ergens in augustus, september hoop ik om terug te kunnen komen. Op een goed niveau.